Goed, we gaan naar derde provinciale D, provincie Oost-Vlaanderen. Dit zijn de drie genomineerden. Zijn ze dus alle drie? Ik zie er al eentje komen. Heel snel. Alle twee? Alle twee zijn ze er, niet alle drie. We gaan de trofee laten overhandigen door een grote meneer van het Limburgse voetbal. Man die bij Sint-Truiden ongelooflijk veel succes heeft geboekt. Uw applaus graag voor Guido Breepoets. Alle twee alleen nu ook? Is er nog hij is alleen, hij is alleen, hij is alleen. Welkom Guido. We hebben Kevin Pardon hier. Allee, dat is goed. Hij verdoet gewoon op die fantastisch meneer dat je op die leeftijd nog in derde provinciale meedoet. Kevin, jij speelt bij VK Nederhasselt. En ik ga een gokje doen. Je hebt veel doelpunten gemaakt. Ja, wat is veel? Ja, boven de 30 is al veel, denk ik. Net 30. Net, ja. Dus eentje per wedstrijd. Gemiddeld van, ja. Ik ben zeer blij. Ik wil ook Xavier Dinaert bedanken, die mij mentaal gesteund heeft. Is dat belangrijk? Hè? Zeker en vast. En hoe doet dat? Dat was mijn chef op het werk. En daarmee, hij zit ook in de voetbal. En daarmee. Wekelijks, babbeltjes over de voetballen. De rode draad hier op het podium is kampioen of eindronde. Jullie doen de eindronde. Wij doen de eindronde, ja. Net niet. Ah, net niet, dus veel zeg. Zijn nog meer? Vijf? Nee, we zijn derde zijn. Derde is geëindigd, ja. Leuk jaar. Dat is het belangrijkste, dat is het belangrijkste. Jordi van Melkebeke, die speelt bij Sint-Antelings. Hij kon er niet zijn, we hebben hem ook niet gezien tijdens de filmpjes. Dat is beroepsmatig eigenlijk, omdat hij in de tuinbouw werkt en dat was toen weer is. En die dag, als hij moest zich presenteren, kost hij niet aanwezig zijn, dus door zijn. Maar nu is het donker, hè? Dus nu moet hij niet meer werken. Hè? Hij moest vandaag ook werken, zo laat, dus het is goed weer, dus tuinbouw. Dus iedereen wil zijn lof proper krijgen, dus hij moet dat aan doen. Dus. Kunt hij ook het terrein van de ploeg doen? Onderhoudt hij het terrein van de ploeg? Ah ja, dat kan hij ook. Is hij een terreinverzorger ook? Daar verdient hij niks mee, hè. Nog één vraagje. Kan jij me stiperen, Jordi? Want Sint-Antelings is zevende geworden in het klassement. Dus dat is wel opvallend dat iemand van de zevende bij de genomineerden is. Ja, dus we zijn verder gestegen, dus naar derde. Dit jaar dus. Jordi speelde vorig jaar in Borsbeke. Maar door beroepsbezigheden is hij gedaald, teruggekeerd naar zijn jeugd, waar dat hij begonnen is. Dus onder zijn niveau speelde hij? Hij speelt onder zijn niveau. Hij kan zelf hoger dan tweede. Mag ik eerst nog mijn vriendin bedanken en mijn mama, die mij wekelijks steunt. Ook mentale steun. Zeker en vast, vooral thuis, de zondag. Veel pijn aan de voetbal. Spierpijn dus. Goed masseerd. Allee, dat is zeer goed. Zeer belangrijk, ja. Dat. Goed dat je dat ook doet. Oké, Guido, we gaan kijken wie derde is geworden in eerste instantie. Een hele mooie derde plaats, denk ik. Sebastian. Is verkeerd. Zit verkeerd. Jordi van Melkebeke. Derde plaats voor Jordi van Melkebeke. En dan. De winnaar Kevin Pardon of Sebastian Hoge? Sebastian is nog niet aanwezig, maar Sebastian Hoge is de winnaar van de provinciale D. Sebastian Hoge wint, Kevin is tweede geworden.